Ja, begin maar. Ik leef even mijn column in. En dan gaan we ondertussen dan... Nou ja, onze assistent die zegt het al. We moeten beginnen. Maar jij bent nog gewoon bezig, hè? Ik tik even een column tussendoor. Dus, waar gaat die over? Gaat over Mourinho. Mourinho. Heb je meerdere columns over geschreven, toch, dit jaar? Ik gok de afgelopen 8 jaar. Column of 25 over Mourinho. Ik heb hem 7 keer afgeschreven. En nu roep ik er weer tot leven. Ja, jij maakt nog even je column af. Want we zijn hier eigenlijk voor het 11e van de week. Precies. Ja, ja. Het is een beetje vreemd begin van een filmpje, denk ik. Maar ja. Ik heb hem bijna af. Druk ik even op opslaan. En dan klik ik op mijn mail. Jij bent wel een technisch mannetje eigenlijk. Hè? Nee, totaal niet. Want dit doe ik heel amateuristisch. Want waarschijnlijk kun je het er 1 keer doen. Ja. En dan doe ik even... En jij doet er 8 handelingen over. 8 handelingen. En dan doe ik hem naar mijn vrienden van de eindredactie. En dan... Even opzoeken waar die column staat, want dat is vaak even zoeken waar mijn column staat. En goed voor de mensen om te weten, deze column is ook straks te lezen op VE Pro, hè? Op VE Pro. VE Pro. Lijkt net alsof het echt ingestudeerd is, dit grapje. Ja, precies. Zal ik dan gewoon even de intro nu doen? Kijk. Af. Dan doe ik de intro, ja. Jongens, welkom bij een nieuwe aflevering van het elftal van de week. Nou, Soelie heeft zijn column af. We gaan het elftal van de week pakken, maar wacht eventjes, niet zonder jouw befaamde briefje. Ja, dat is trouwens een idee in de comments, hè, om die briefjes te veilen. Ja, ik heb alleen een nare mededeling. Ik heb alle briefjes die ik in bezit had verscheurd, in de prullenbak gegooid, verbrand. Ja. Wat ik er ook mee doe. Dus ik heb eigenlijk geen briefjes meer. Dus, maar ik zou hem kunnen bewaren. En, we zouden ook voor de speciale briefjes kunnen gaan. De elftal van het jaar gaan we natuurlijk ook maken dit jaar. Ja, maar ik wil deze best verloten aan een prijswinnaar. Dat we hem gewoon weggeven. Maar wat moet je met zo'n briefje daar inlijsten en boven je bureau hangen of zo? Je weet het nooit. Ja? Reliquieën zijn het. Elftal van de week. Soelie, jij hebt uiteraard weer heel veel voetbal gekeken. Nou ja, we moeten weer een keeper kiezen. Deze had ik 2 weken geleden voorgedragen aan je. Toen weet ik net niet. Ledesma. Ja. Ja, ik heb hem eigenlijk gekozen speciaal voor jou. Ja. Het is eigenlijk de andere man van, tenminste uit Rosario, hè? Ja, dat heeft de commentator tijdens Barcelona Cadiz wel 100 keer verteld. Ja, dat klopt, hij ook uit Rosario kwam. Ja. Jeremias of Jeremiah, hoe je het wil noemen. Ja. Ledesma. Maar hij kiepte toch een geweldige wedstrijd. Hij was vaak in beeld. Dat betekent dat Cadiz dicht bij haar eigen goal stond. Ja. En hij kon zich een aantal keer voorgooien. En de goal van Barcelona kon hij niks aan doen. En die werd van richting veranderd. Precies, een doelpunt. Maar deze jongen maakte... reclame voor zichzelf bij Cadiz op dit moment. Ja, een mooie stijlvolle keeper ook. Hè? Ja, hij ziet er goed uit in die zin. Ja. Nee, maar ik vind het. 2 weken geleden begon je daarover, over Ledesma, toen heb ik hem niet gekozen. Maar het hele seizoen al maakt Cadiz een georganiseerde indruk. Ja. En dan hebben ze ook nog een keeper die op de lijn geweldig is. En dat is wel handig dat je een lijnkeeper hebt als je met 11 man op de lijn staat. Hè? Dat doen ze ongeveer. Dus is een prima keeper voor dit elftal. En Cadiz staat 5e of 6e in de competitie op dit moment. Ja, en doen het hartstikke goed. Nou, voor zo'n club die uit de Segunda komt. Winnen van Madrid. Barcelona heel lastig maken. Ik denk dat dit elftal, de manier waarop ze spelen, de inspiratie vindt in de wijze waarop Granada tot in de Europa League is doorgedrongen. En zelfs overwinterd, hè? Want ze zijn natuurlijk in dezelfde pool als PSV zitten ze. Staan eerste en zijn ook door. Dat is voor een club als Granada geweldig. Nou, misschien kan Cadiz ook die kant op met de 6e of 7e plek in de competitie. Ik ben wel benieuwd, hè? Want jij bent echt een liefhebber. Ja. Tactiek vind je tot op een bepaalde hoogte, vind je dat leuk. Kan jij wel genieten van zo'n club als Cadiz, wat heel ver ingezakt is? Ja, ik natuurlijk. Ik snap heel goed dat een trainer van Cadiz niet open huis gaat houden. Nee. Zoals Aibar tegen Barcelona wilde doen vroeger en een andere trainer. 3-4-3 vol de aanval, dan wordt het 7-0 voor Barcelona, want dan geven ze te veel ruimte. Precies. Ik begrijp heel goed wat Cadiz doet. En ik vind het ook mooi als een elftal van vrij onbekende jongens tot grote hoogte stijgt, omdat ze voor elkaar vechten. Dat is mooi om te zien. Dat is Granada. Daar kun je... Je ziet wel dat soort elftallen bij ons altijd een beetje voor schrik zorgen. Hetzelfde Getafe, wat Getafe deed tegen Ajax. Vonden wij misdadig, hè? Daar werd echt schande van gesproken. Ja. En ze gingen wel ook wel heel ver in hun gedrag. Het was nog extremer dan Atletico op Europese avonden tegen topclubs. Zeker. Het was vrij extreem. Maar Granada is ook een fysiek elftal. Als ik de
spelers van PSV hoor praten over het eerste duel tegen Granada, daar schrokken ze van. Maar de tweede wedstrijd waren ze voorbereid op wat komen ging en presteren ze veel beter en zijn ze wel gewapend. Dus je leert ook van dit soort wedstrijden. En Barcelona en Koeman, ja, je gaat 17 keer uit en thuis spelen tegen 17 teams natuurlijk. Ja. En dan krijg je 9 of 10 keer met een soort van Cadiz te maken. Atletico, Getafe, Granada, zo kun je al die ploegen opnoemen. Die gaan dit doen. Ja, dan moet je een antwoord op hebben, vinden, zoeken. Ja. Maar Cadiz ook een Nederlander. Kwam ook nog even binnen de lijnen. Bobby Adekanje. Ik wist dat je over Bobby ging beginnen. En toen hij inviel, waren een aantal mensen die dachten, hé, Bobby Adekanje, voetbalt hij nog en voetbalt hij daar? Ja. En zelfs een aantal Spanjaarden die schrokken ervan dat hij natuurlijk meedeed. Want het is wel een goed verborgen geheim wat de voetballer is. Ik wou nou zeggen, maar als jeugdspeler heel erg bekend. Ging van Ajax naar Barcelona. Nou, was daar een van de grote talenten. Ging vervolgens naar Liverpool, nog even PSV. Ja. Uiteindelijk Lazio, daar niet veel gespeeld. Als je dan hebt over Cadiz, hè, want heel ver inzakt, laat maar zeggen. Je zag wel dat moment, die ruimte. Hij is heel snel, is een aardige actie. Had zichzelf moeten belonen, hè? In de tweede helft. Ja. Had veel ruimte en zijn kwaliteiten zijn dat hij is vrij snel en aan de bal heeft hij een hoge snelheid. Dat zag je ook terug in die tweede helft. Alleen dan maakte hij het niet af. Het kwam wat onbeholpen over. Ja, die actie met Trincao bedoel je? Ja, dus denk je van, nee, ja, als je dan scoort, dan is het wel heerlijk dat je dan tegen Barcelona weet te scoren. Maar hij viel in en hij viel mij ook op. Met zijn snelheid. Bobby Adekanje. Maar we hebben het over Ledesma. Cijfer voor Ledesma. Een 9. Een 9. Top zeg. Gaan we naar de achterhoede. En dan zien we daar in eerste instantie Trippier. Ben ik wel benieuwd naar. Bij Spurs stond hij bekend op mooie rechtsback die continu opkomt. Goede trap heeft. Dat zag je bij Atletico wel minder. Maar nu wel weer even. Hè? Ja, Trippier hebben we het over. Maar er zijn wel meer rechtervleugelverdedigers die natuurlijk bij Atletico binnenkomen en die eerste paar trainingen denken, maar wat moet ik nu precies doen? Want het gaat bij Atletico zo, je komt binnen. Trippier is gewend bij Tottenham op een bepaalde manier te spelen met heel veel ruimte voor hem. Er wordt ook iets van hem verwacht daar. Hij heeft een geweldige trap. Ook bij een nationale ploeg was je op een gegeven moment basisspeler en bekend om zijn traptechniek. Nam ook de vrije trappen. Nam de vrije trap ook. Maar je komt bij Atletico binnen en ja, leuk. Die trap van jou. Leuk, die vrije trappen die je neemt. Maar daar hebben we andere mensen voor. Ja. We gaan eerst jou leren hoe je moet uitverdedigen. Waar je de bal naartoe moet schieten. En dan gaat de bal de hoek in. Dan moet hij hem controleren en wegwerken. De bal de hoek in, controleren en wegwerken. De bal de hoek in, controleren en wegwerken. Maanden achter elkaar. Ja. Totdat hij een soort van machine is die op dat vlak geen fouten meer maakt. Geen risico meer neemt. En dan mag hij naar voren. En dan mag je naar voren. Ja. En dat zag je ook, dat zie je ook terug in deze wedstrijd. De eerste helft, Atletico onder druk van Valladolid. Ze spelen helemaal niet goed, maar ze spelen eigenlijk nooit goed. Ja, Atletico is geen elftal dat je zegt, goh, wat speelt Atletico lekker. Ze hebben een aantal momenten. En natuurlijk spelen ze af en toe wel goed. En hebben ze scoren zoals 5 keer begin van het seizoen ook wel. Maar ze staan onder druk. Ze ondergaan die druk ook van Valladolid. Trippier was bij 2 momenten betrokken als aangever. Balletje doorkoppen, diepte in Lorient, de 2-0. Ja. En het eerste moment een geweldige bal. Voorlangs, eerste mist hem. En Lemart ziet hem binnen. Maar dan heb je als verdediger natuurlijk een fantastisch rendement. 2 assists, 1 verdedigende werk gedaan en maar 2 doelpunten tegen in de competitie. Ja. Dan sta je natuurlijk als defensie heel goed. En dan, als je dan ook nog eens in aanvallende zin je bijdrage kunt leveren. En jij zegt, ze spelen nooit goed, hè? En dat het verdedigend ingesteld is. Maar dat heeft ook te maken dat ze ruimte willen maken voor de snelle jongens voorin. Ja, ik bedoel meer met de Nederlandse bril op. Wij willen graag een ploeg zien die de bal domineert, die op de helft van de tegenstander staat, die de bal laat rondgaan, waar doelgeschoten wordt. Atletico is in de voetballerij al 8 jaar lang met deze trainer. Het staat voor een bepaalde stijl. En het is ook een zienswijze die niet door elke trainer wordt gedeeld. Hè. Dit wordt anti-voetbal genoemd. Vind jij dat ook? Neem als voorbeeld Liverpool, Atletico. De wedstrijd waarbij Liverpool Atletico domineert. En als je die wedstrijd 10 keer kijkt, denk je dat Liverpool die wedstrijd 10 keer gewonnen heeft.
Maar toch heeft Atletico deze wedstrijd toen in maart, vlak voor de corona-lockdown, hebben ze Liverpool uitgeschakeld in de Champions League. En dat was de ultieme Atletico-wedstrijd. En dat zie je nog steeds, dat zie je al 8 jaar. Een van onze collega's begon ook over het feit dat de hele technische staf is bijna vertrokken. Hè. Dus een assistent is weg, maar ook de verdedigers. Godin en zo is er niet meer. Courtois is er een keer vertrokken. Dus eigenlijk die hele ploeg moeten verversen. Griezmann is weg. Ja. En toch krijg je voor elkaar jaar in jaar uit om daar een ploeg neer te zetten die op een bepaalde manier speelt. En het is vrij duidelijk dat Atletico speelt. Zeker. Alleen hij heeft te maken met Barcelona en Real die de betere spelers kunnen kopen. Die nog meer geld hebben. Cijfer Trippier. Een 8. Dan gaan we door naar de volgende. Daar hadden wij het vanochtend over, Sully. Thiago Silva. We twijfelden een beetje. We hebben zelf allebei naar Chelsea Leeds zitten kijken. Kante was geweldig. Ja. Maar ja, Thiago Silva, man. Die was ook wel echt heel goed. Je moet in eerste instantie voor Kante gaan, toch? Ja, ik had Kante opgeschreven. Maar je moet ook een beetje... Ik heb zo'n regel, 1 speler per club en eigenlijk zocht nog een goede verdediger. Toen zei hij, Thiago Silva is ook een optie. Je hebt gelijk, Thiago Silva en Zuma. Geweldig centraal duo, omdat ze elkaar completeren. Ja. Thiago Silva, die van achteruit goed kan meevoetballen. Die overzicht heeft, die de verdediging neerzet. Die de restverdediging bewaakt. Die N'Golo Kante voor zich heeft. En Zuma die duels wint. Dus het is een goede, geweldige combinatie. Hij komt bij Paris Saint-Germain vandaan en de vraag was, kan hij met zijn snelheid en met zijn leeftijd... Was ik ook benieuwd naar. ...de intensiteit in de Premier League wel aan. Maar hij heeft de verdediging van Chelsea aantoonbaar beter gemaakt met zijn leiderscapaciteiten en met zijn voetballende kwaliteiten. En daar begon ook Marcelo Bielsa over. Die is vrij eerlijk altijd na afloop van wedstrijden. Autistisch eerlijk, zou ik willen zeggen. Dus die kijkt zo'n wedstrijd verloren of gewonnen, maakt niet uit. Hij vertelt gewoon wat hij heeft gezien. En zij hadden als ploeg geen antwoord op Thiago Silva en N'Golo Kante. Want dat zijn twee spelers die veel duels winnen. Maar ook stiekem best wel goede spelers, voetballers. Ja, maar N'Golo Kante op, is best een goede voetballer. Hè? Een hele goede. Want we hebben het er vaak over N'Golo Kante die niet opvalt en die ballen verovert. Maar Mourinho, Tottenham, Chelsea. Mourinho heeft een mannetje gezet. Mandekking op N'Golo Kante laten doen. Want die weet, allemaal leuk en aardig die verhalen over de Pac-Man van de Premier League. De ballenveroveraar. Ja, ja. Maar hij kan ook stiekem nog best wel goed voetballen. Daarom staat hij ook gewoon in de basis bij de Franse nationale ploeg. Ja. Want aan de bal is hij ook veel beter geworden. Hij was daar niet zo goed in. Maar dat zag je tegen Leeds wel heel duidelijk. Hè? Want Leeds zet heel hoog druk. Ja. Jongens tussen Silva, Kante heel vaak onder druk. Toch komen ze er onderuit. Ja. Ze kwamen heel goed onder de druk van Leeds uit. En dat is een pletwals die over je heen was als je niet oppast. Maar Chelsea had er helemaal geen problemen mee. Dus dat is een teken dat het een ploeg is die gegroeid is onder Lampard. En dat bewijst ook dat Lampard echt een goede trainer is. Dat hij krijgt best wel veel nieuwe spelers binnen. Hè, begin van het seizoen met Ziyech, met Kai Havertz. Met Giroud die ook weer teruggekomen is. Ik vind het knap als een trainer de aankoop meteen kan laten renderen. En ook spelers die eigenlijk al afgeschreven zijn. Giroud is toch afgeschreven. Ja. Dat hij zich toch weer in het elftal weet te spelen. En dan zegt een trainer, oké, ik heb het fout gezien. Jij bent inderdaad nuttig. En dan, ik stel je gewoon op in plaats van Tammy Abraham die minder presteert. En daarvoor zorg je dat zo'n elftal... Simeone noemt dat een elftal in leven blijft. Maar die concurrentiepositie... je moet heel eerlijk zijn als trainer. Je kunt wel de hele tijd zeggen... Ja, of je voorkeur hebben voor Tammy Abraham... omdat het een eigen jeugdspeler is. Mm-hmm. Omdat je de voorkeur hebt voor Tammy Abraham. Maar als Giroud bewijst dat hij beter is... dan Abraham op dit moment... niet lachen... dan moet je hem opstellen. Ja. En dat is beter voor Abraham... of Abraham. En beter voor Giroud. Ja, absoluut. Waardoor je als elftal weer groeit. En misschien dat je denkt van oké, Chelsea. Maar je ziet toch langzaamaan, je ziet daar wel iets groeien, laat maar zeggen. Ja, je ziet langzaamaan een kampioenselftal geboren worden. Nou, dat wilde ik aan je vragen. Gaan ze daar wel naartoe? Want we hadden het vorige week over dat Thiago Silva essentieel is voor Zuma. Die houdt hem rustig, weet je, dat is een druistige verdediger. Maar wat mij opviel, Leeds, zoals gezegd, hoog druk. Veel ruimte tussen linies. Dus Silva die had heel vaak de bal naar Havertz, naar Ziyech. Dus dan zie je ook weer dat complementair aan elkaar is. Ja, je ziet wel dat het puzzeltje langzaam begint te vallen. Ja, het zit goed in elkaar. En Lampard heeft het bij Derby County bewezen. Kans gekregen bij Chelsea. Geen transfers mogen doen met jonge jongens.
goede prestatie geleverd. Krijgt er aankopen bij. Dan neemt de druk toe voor de trainer Lampert. Want ja, je hebt een aantal aankopen daar, goede voetballers. Dan moet je presteren als trainer. Lastig beginnen. Ja, dat rendeert allemaal niet. Ziyech, lang geblesseerd geweest. Klopt, verwachtingen. Verwachtingen zijn hoog gespannen. Ja. Nou, hij heeft de aansluiting gemaakt met Liverpool en Tottenham nu. En Liverpool klopt. Tottenham, Mourinho en Lampert en Chelsea. Ja, dat zijn drie verschillende zienswijzen, drie verschillende soorten trainers. En ik hoop dat we geweldig, niet te vergeten City en Pep Guardiola, die toch ook wel kwaliteit hebben. Als je ziet wat daar op de bank zit, dan ja, het is elke week vechten voor de punten. En elke week bewijzen dat je titelkandidaat bent. Dat gaat een lang seizoen worden op deze manier. Ja. Cijfer voor Thiago Silva? Een 9. Een 9. Dan gaan we door naar de volgende. Vorige week had je ook een wingback van Inter. Toen ging dat ten koste van Hakimi. Nu mocht Hakimi spelen. Ja. Wat opviel bij die eerste goal, hè? Ik bedoel, wingbacks tot daar en toe, die gaan normaal gesproken aan de zijlijn. Ja. Gaan ze meters maken. Maar zijn eerste goal eindigde gewoon eigenlijk op de spitspositie. Ja, wat we ook zagen met Spinazzola tegen het Nederlands elftal. Hè? De back van AS Roma en de nationale ploeg van Italië. Die ook looplijnen heeft die best wel apart zijn voor normale voetbalkijkers. Is dat nou een back? Is dat nou een middenveld? Is dat nou een aanvaller? Hakimi heeft ook die drang en energie in zich zitten. En ja, hij kwam uit bij de plek waar Lukaku normaal staat. Ja. En hij liep er heel bewust heen en maakte een doelpunt. Maar Hakimi, Conte is er ook mee bezig geweest. Die is voor veel geld overgenomen van Real Madrid. 40 miljoen euro heeft Inter betaald. Concurrentiestrijd met Darmian. Darmian voert de taken beter uit. Dus Darmian krijgt op een gegeven moment de voorkeur. Ja. Maakt de afgelopen week een prima indruk, Darmian. Dat is, Hakimi gaat ook denken, ja, de lat moet omhoog, ik moet beter. Maar is dat dan ook weer hetzelfde wat bij Atletico gebeurt? Dat je eerst moet leren verdedigen en dan het aanvallende gebeuren? Ja, is het een soort opvoeding eerst van Conte? Ja, en je ziet ook de manier waarop... Ja, heb je dat toch eens gezien... laten we eerst even hierover praten, anders gaan we weer een heel ander onderwerp. Maar Hakimi en Darmian zijn concurrenten van elkaar. Darmian laat zien wat Hakimi moet presteren. Hakimi is eigenlijk een veel beter voetbal dan Darmian. Zeker. Veel meer dreiging, veel meer techniek, dat soort zaken. Dus het is een veel, die zou veel nuttiger kunnen zijn voor Inter. Maar niet als hij een aantal elementaire zaken niet uitvoert. Want dan wordt het juist een verzwakking voor het elftal. Daarin is Darmian betrouwbaarder. Precies. En die betrouwbaarheid van Darmian, die moet Hakimi ook gaan krijgen. Ja. En dan heb je geweldige speler aan hem. En ja, als trainer is het de kunst om die jongens scherp te krijgen. Om ze mee te krijgen in het verhaal wat je vertelt. Het niet opstellen van een speler hoort daar natuurlijk ook bij. Dat zie je bij Mourinho, dat zie je bij Simeone, dat zie je ook bij Conte. En dat zijn toch kampioenenmakers, alle drie. Ja, je wilde net iets zeggen. Wat wilde ik zeggen? Of ik iets gezien had. Eriksen die natuurlijk in minuut 91 nog eventjes 10 seconden mag meedoen. Ja, ik vind dat niet lullig. Ja, ik vind dat kleinerend. Maar er moet iets aan de hand zijn. Want Antonio Conte lijkt me een... Waarom zei hem? Redelijke fan. Zet je daarmee een speler voor lul bijna? Nou, ik weet niet of dat het achterliggende idee is. Er moet iets met een contract zijn dat er is afgesproken een aantal wedstrijden. En dat moet een bepaald kwotum zijn dat gehaald moet worden. En dat hij hem dan gewoon maar in blessuretijd een weg. Want ja, 1 minuut of 20 minuten is natuurlijk hetzelfde. Ik dacht aan een statement. Het is wel grappig dat je het zegt. Ik dacht juist een statement dat je zegt van kom te laten zien, ik ben de baas. Als je dat doet als trainer, een statement. En Conte heeft hopelijk geleerd van het statement Diego Costa wegsturen. Mm-hmm. Florische spelersgroep. En uiteindelijk ook die ploeg. Ja. Terwijl hij goed begon met Chelsea. Ja. Je moet als trainer wel oppassen met dit soort statements. Want spelers hebben ook vrienden in de selectie. Die gaan met elkaar om. En als een spelersgroep ziet dat een trainer een speler kleineert, speel je wel met vuur als trainer. Dus ik denk niet dat het al bedoeld is als statement. Want wat leert Eriksen hier nou van dat statement? Ik kan me niet anders indenken dan dat het misschien is van... joh, ik wil even laten zien dat ik de baas ben. En ik kan ook de grote aankopen Eriksen minuut 92 inbrengen. Maar jij zoekt dat meer vanuit het contract. Ik denk dat er een contractueel iets is met een aantal wedstrijden wat wel of niet gehaald moet worden. Of er dan wel of niet een bonussysteem is of iets dergelijks. Okay. Het is anders niet te verklaren. Ik,
ik zou echt zwaar teleurgesteld zijn in de trainer Conte als hij Eriksen 2 seconden laat meedoen om hem te laten zien wie de machtigste man is binnen die club. Het gaat nergens over. Dat zou ik heel vreemd vinden. En dan verlies je ook heel snel een spelersgroepen. Cijfer voor Hakimi. Hakimi een 8. Een 8. Gaan we naar het middenveld. Ja, dan zien we Kevin De Bruyne. Penalty. Assist. Ja, hij speelt gewoon bij Manchester City. Oeh. Dat is een tikfoutje. Ja. Wie heeft deze opstelling gemaakt? Ja, ik vrees Ruben gewoon, hè. Die geven gewoon de schuld. Wil Ruben gewoon de schuld geven? Ja. Oké. Okay. Zullen we doorgaan? Ja. Kevin De Bruyne. Oh, kijk. Ruben wil zich even laten zien. Ja, Kevin De Bruyne. Het gaat te weinig misschien over Kevin De Bruyne. Hij is hoog geëindigd in de individuele prijzenregen. FIFA geloof ik. Is hij speler van het jaar geworden. Ja. Als je mij vraagt wie is de beste voetballer in de Premier League. Ik zeg nog steeds Kevin De Bruyne. Dan kom ik bij Kevin De Bruyne uit. En als hij een bepaalde... En anders Mané. Ja, Mané is ook een geweldige speler. Maar het is zo'n goede voetballer. Ze zijn nu bezig geloof ik met zijn contract. Hè, dat hij gaat verlengen. Pep Guardiola heeft al verlengd. Maar dit is denk ik wel de beste speler in de Premier League. Zo compleet als middenvelder. Ja, ik noem dat een 360 graden voetballer. Maar die beheerst het hele spel als middenvelder. En heeft ook nog een geweldig acceleratievermogen. Zijn assist, zijn voorzetten. Hard ook, hè? Ja, maar hard en precies en op maat. Hè? Ja, want als we kritisch moeten zijn, hè? Die bal die hij op Sterling geeft. Sterling had nog een aanname nodig. Maar met de precisie van De Bruyne, normaal gesproken, heeft hij zijn aanname niet eens nodig. Dan ligt hij al gelijk goed. Ja. Zo goed is De Bruyne, toch? Ja. En wat wil je hiermee zeggen nu? Nou, dat het verkeerde slechte paas was. Ja, voor zijn doen. Ja. Ja, zou kunnen. Ja. Toch? Ik bedoel, als je het over hebt, over passing, over voorzet, dan is hij toch met afstand de beste. Ja, en wat Kevin De Bruyne heeft, ja, heb je gelijk in. Maar hij heeft een paar assistrecord gebroken afgelopen seizoen. Ja. En hij is wel echt bezig met die stats. Want hij had er eigenlijk nog één of twee assists bij willen hebben. Maar hij heeft niet echt de uitstraling van een superverdette. Bijvoorbeeld Paul Pogba heeft de uitstraling van een superverdette. En hij is een superverdette. Absoluut. Dat mist hij dan. Of dat heeft hij helemaal niet nodig. Maar dat had Iniesta bijvoorbeeld ook helemaal niet. Die was zo ongelooflijk goed. En als Iniesta zelf had verteld hoe goed hij was, dan was hij nog beter geweest. En dat heeft Kevin De Bruyne ook. Hè. Die is zo ongelooflijk goed. Maar omdat hij er vrij normaal in staat en doet alsof hij achter een bezemwagen staat. Hè. Maar voert zijn werk uit en loopt dan weer van het veld af. Ja. Maar ga maar eens aan de voetballer vragen om Kevin De Bruyne een wedstrijd te acteren. Hè. João Cancelo moest een wedstrijd doen. Dat zag er belachelijk uit. Maar wacht even, een Kevin De Bruyne acteren? Hoe moet ik dat zien? Om te doen wat hij doet op een voetbalveld. Om aanspeelbaar te zijn voor ploeggenoten. Om diep te gaan. Om zoveel kansen te creëren voor ploeggenoten. Om zoveel techniek te hebben in je linker en rechterbeen. Om alles om je heen te zien. Het is best wel knap wat hij presteert. Maar omdat hij zo normaal is en niet als marketingproduct is neergezet, zoals Ronaldo het wel is en Messi op een bepaalde manier. Maar Kevin De Bruyne die staat op een voetbalveld en hij staat niet op een voetbalveld. Maar is Kevin De Bruyne de ultieme middenvelder? Want jij zat zondag met Haroui in de uitzending. Aha. Die gaf je toen ook aan van je moet veel naar middenvelders gaan kijken, maar dan zou hij uitgekeken naar De Bruyne alleen om te kijken. Ja, maar je kan als Haroui naar Kevin De Bruyne, dan is het wel een heel grote stap meteen. Hij beheerst er ook alles. Je kan in ieder geval kijken wat hij doet in zo'n wedstrijd. Ja, maar hij heeft ook nog echt een acceleratie. Hij is heel direct naar de goal toe, Kevin De Bruyne. Ik zei toen dat hij als rechter aanvaller bij Wolfsburg, Werder Bremen heeft ook nog gespeeld. Ja. Assistkoning is geworden in de Bundesliga. Maar hij heeft een trap à la David Beckham hè, in zijn benen. Ja. Qua voorzetten. Ja. En als hij ook nog zo'n aanvoerdersband om zou schuiven en met de nummer 10 op zijn rug zou gaan spelen en het zou gaan opeisen, maar dat zit niet in zijn karakter, dan krijg je een nog mooiere speler.
Maar hij is juist de ultieme Guardiola-voetballer, omdat hij oplost in dat combinatievoetbal. Omdat hij dan weer links opduikt, dan weer rechts opduikt, ja. Voorzetten geeft. Zelfs ook een verdediger middenvelder kan hij, die rol kan hij ook aan. Hij kan alles. Bij de nationale ploeg, naar voren, naar achteren. Martinez kan ermee spelen. Het is echt een hele complete middenvelder die beter is dan we... Dat we vermoeden, omdat het, ja, nou, saaie jongen is misschien wat overdreven gezegd. Hij is wel heel duidelijk in wat hij wil. Maar het is ook, Kevin had ook onze buurman kunnen zijn. Kevin had onze buurman kunnen zijn. Nou, dan ben ik benieuwd. Anoniem. Cijfer onze buurman. Onze buurman Kevin krijgt een 9. Als we het hebben over allround middenvelders, hè, dan kunnen we Gina Wijnaldum. Kunnen we ook onderscharen. Die kan ook alles. Aanvallend, verdedigend. Elke positie bij Klopp. Op het middenveld kan hij bekleden. Ik denk centrale grind. Dat gaf jij volgens mij al aan. Zou die ook kunnen? Ja. Ja, heeft hij ook bij Liverpool gespeeld onder Klopp. Nou, Wijnaldum. Heb jij de statistieken erop nageslagen? Nee. Bijvoorbeeld Oranje. Denk 7 kwalificatiewedstrijden voor het EK. 8 doelpunten. Dus vrij veel doelpunten voor een middenvelder. De meeste goals. Ook de meeste minuten met Frenkie dan samen. Ja. Dat weet ik dan weer wel. Dat was de warming-up van Michel Abink. Die weet alles. Aha. Ja. Oké, dus ik had helemaal niet hoeven opzoeken. Ik had gewoon het stuk van Michel Abbing kunnen lezen. Je moet gewoon altijd van Abbing vragen, dan weet je het toch. Bij Oranje, doelpunten en diepgang. En bij Liverpool is zijn rol anders. Dus hij scoort veel minder vaak. En hij maakt nu de 2-0. Schiet hij op schitterende wijze binnen. Waardoor hij wat iets meer in het nieuws is. Iets meer in de koppen staat, ook bij VI. Ja. Maar bij Liverpool heeft hij vanaf het begin van het seizoen... bijna alles gespeeld. Ik denk wel alles gespeeld. En ook bij Oranje heeft hij geen wedstrijd gemist. Hij is een van de weinige spelers van Liverpool die alles heeft gespeeld. Het is echt een Mr. Reliable. De meest betrouwbare soldaat van Klopp. Want hij moet zich ook altijd weer terugknokken. Niet zozeer terugknokken als... Hij wordt heel serieus genomen bij Liverpool. Maar op voorhand is hij nooit een 100% baasspeler. Steeds als er nieuwe jongens komen, is het Keita, is het Thiago. Dat is meer een media ding. Hè? Dat is meer wat in de media wordt gesuggereerd. Want hij heeft altijd in de basis gestaan. Omdat er altijd... Dan is Keita weer geblesseerd, dan is Henderson geblesseerd. Ja. Er is altijd wel iemand geblesseerd. Maar als je mij nu vraagt... Het is straks Champions League finale Liverpool en iedereen is fit. Speelt hij ook. Thiago is fit. Fabinho is... fit en middenvelder in plaats van verdediger. En Henderson, de aanvoerder, speelt ook altijd. Ja, dan moet er een keuze gemaakt worden. Ik denk dat Fabinho dan de lul is. Ja? Ja. Ja, maar het is voor een trainer wel lekker dat je zo'n speler hebt... die eigenlijk overal kan staan en die altijd een voldoende haalt. Want zijn balbehandeling, zijn basistechniek, zijn functionele technieken... voor een middenvelder is echt geweldig. De bal ligt altijd goed. Ja. Hij speelt hem vaak naar een ploeggenoot... En hij zorgt ook voor het... Ja, hij doet heel veel onzichtbaar loopwerk. De drukzet is ook belangrijk. Dus ik begrijp wel waarom Koeman hem naar Barcelona wilde halen. Want het verschil tussen Coutinho en Wijnaldum als 10. Ja, Coutinho heb je 1 keer in de 4 wedstrijden een geweldig doelpunt en een leuke assist. Ja. Met Wijnaldum heb je elke wedstrijd iemand die geweldig veel werk levert voor die ploeg. En ook nog heel veel rendement met zich meebrengt als hij iets verder naar voren speelt. Gaat hij door bij Liverpool of gaat hij voor een andere droomclub waar een droom uitkomt? Ja, we gaan het volgen. Cijfer voor Gini Wijnaldum. Een 9. Gaan we door naar de volgende, Soelien. Die vind ik in die zin verrassend. Ik heb geen idee wie dat is. Hooiberg. Ah, ja. Terechte keuze, maar ik ging er eigenlijk vanuit dat je tussen Kane en Son zou kiezen. Ja, Kane en Son heb ik ook genomineerd. Het is lastig, hè, zo'n elftal samenstellen. Ja, het is lastig. Je hebt er stress van, of niet? Nee, helemaal geen stress van. Nee, totaal geen stress van. Nee, ik vind het juist leuk om te doen. Dan kijk je toch op een bepaalde manier naar het voetbal. Ik vond Hooiberg goed. Zo goed dat ik zag in een lokale krant staan dat hij een 10, een Noord-Londense krant, die hebben ze ook... Dus had hij een 10 gekregen. Maar voor een verdedigende middenveld die in zo'n wedstrijd eigenlijk helemaal niet opvalt. Dan zit er wel een oplettende journalist. Maar er zit wel een oplettende journalist die dat kennelijk waardeert. En die geeft hem dan een 10. En Kane en Son hadden geen 10. Dat is toch wel. Wat zei? Ja, een 8 of een 9. Of een 9, 2 negens geloof ik. Ja.
Ja, die connectie tussen Kane en Son, dat is bijzonder. Ook omdat je ziet dat er een trainer aan het werk is die daar echt over na heeft gedacht. Die de spelers wijs heeft gemaakt en intelligent heeft gemaakt. Die heeft ze leren kijken. Want Kane en Son waren al geweldige spelers. Ja. Maar ze zijn nu samen nog beter. Dus Harry Kane is beter met Son en Son is beter met Harry Kane. Ja. Al die assists en doelpunten, die komen niet uit de lucht vallen. Daar heeft Mourinho ook een hand in gehad. Ja. Door ze op een bepaalde manier te leren kijken. Maar ook door het elftal op een bepaalde manier te zetten. Zodat zij de ruimte hebben om te doen waar ze goed in zijn. Harry Kane is wel echt een andere spits geworden sinds Mourinho trainer is. Hè. Dat mooier om naar te kijken, vind ik. Het is, ja, hij heeft nog veel meer voetballer dan spits is hij geworden. Ja. En Heung-min Son is op dit moment een van de meest onderschatte topvoetballers. Vind je niet? Ja, dat ben ik. Ja, maar als hij een kans krijgt rond de 16, dan zit die bal er gewoon in. De eerste meters van Son. De snelheid, ja. Dat is echt niet normaal. Goed, cijfer Højbjerg. Een 10 natuurlijk. Een 10, ja. Mooi hoor. Gaan we naar de volgende. Dat is een geweldige aankoop geweest. Hè. Everton wilde hem ook hebben. Ajax wilde ook Højbjerg hebben. Heeft gekozen voor Tottenham, het verhaal van Mourinho. En past daar perfect in. En is misschien wel het ontbrekende puzzelstukje voor Mourinho om te zeggen, dit is mijn elftal. Ik kan kampioen worden. Dat heeft hij nog niet gezegd. Hij is wel steeds positiever over zichzelf en over dit elftal. Maar er gaat een moment komen dat Mourinho weet, dit elftal kan kampioen worden. Yes, ik heb het voor elkaar. Ja, dat was Bas er toch vroeg bij, hè? Gewonnen van City, 2-0. Ja, maar ik heb al gezegd, Bas een ziener is. Ja. Maar gewonnen van City, gewonnen van Arsenal. 6-1 hè, uit bij Manchester United in oktober. Ja. 0-0 tegen Chelsea, fel bevochten 0-0. Liverpool over 2 weken. Als dat ook een positief resultaat oplevert, dan gaat Mourinho het nieuwe jaar in, 2021. Dan komen supporters langzaam terug. En dan heeft hij een elftal dat heel moeilijk te verslaan is. Wat heel veel zelfvertrouwen heeft opgedaan in die topwedstrijden. En ook de manier waarop wij kunnen winnen, is mijn manier. Ja. En die spelers hebben nu vertrouwen in die manier. En iedereen doet mee. Van Steven Bergwijn tot aan Aurier. Iedereen is overtuigd van de trainer Mourinho, als we doen wat Mourinho vraagt, dan worden wij kampioen. En als Mourinho Tottenham kampioen maakt, is dat zijn grootste prestatie? Dat denk ik wel dat hij gaat zeggen dat zijn grootste prestatie gaat zijn. Om een elftal dat toch uitgeblust was na zoveel jaar Pochettino. Maar het ook al die jaar naar een prijs. Ze hebben geen prijs gepakt, geen prijs gewonnen. Je hebt trainers die worden trainer van een club, gespreid bedje. He, dat zegt Mourinho ook altijd over concurrenten. Maar trainer worden van Bayern München als je al 5 keer op rij de titel gepakt hebt, is makkelijker dan trainer worden van Tottenham Hotspur. Waar de spelersgroep, waar het niet meer werkt tussen trainer en de spelersgroep. Nee. En waar al die jaren geen prijs is gepakt. En de laatste titel. Nog eens keer de wisseling, laat maar zeggen, qua werkwijze. Dat is best, Pochettino werd wel genoemd om zijn mooie voetbal. Ja. Dat was kritiek die Mourinho aan het begin wel kreeg bij bij Spurs. En nu is het zo, kijk, het is defensiever dan onder Pochettino. Ja. Maar ik vind het wel leuk om naar te kijken. Maar het verhaal klopt. Hè. Bij Inter was het ook de honger van Moratti, de voorzitter, naar een Europese prijs. En hij weet dat dan zodanig te vertalen naar spelers en een bepaalde speelwijze dat het uitkomt. De manier waarop hij Real het verhaal tegen Tiki-Taka van Guardiola, het mooiste voetbal wat ooit gespeeld is, had hij een antwoord op. En dan heb je Chelsea, wat de hegemonie van United en Arsenal heeft doorbroken. En Chelsea heeft natuurlijk ook al 40, 50 jaar hadden ze geen titel gewonnen. Met Mourinho, de eerste. Ja. Dus hij heeft van Chelsea een topclub gemaakt. Bij Manchester United is hij mislukt. Kun je wel zeggen. Ja. Wel gewoon een prijs meegenomen tegen Ajax natuurlijk. De Europa League. Maar wel mislukt, ontslagen. En hij kreeg die spelers niet mee zoals hij dat wilde. Dan heeft hij zichzelf wel knap opnieuw uitgevonden. Nou, we hadden het al eventjes over United. We zien hier Bruno Fernandes. En Bruno Fernandes is natuurlijk een voetballer. Ja. Maar om te beginnen, ik vind het vooral sneu voor Donny. Hij was toch niet de enige middenvelder die slecht was in de eerste helft? Ik vond McTominay ook niet sterk. Pogba eerste helft ook niet, tweede helft wel. Mm-hmm. Eerste helft ook niet. Ja, maar het is de makkelijkste wissel voor Solskjaer. En ook qua positie.
Want hij wil toch altijd twee mensen op het veld hebben die zorgen voor het verdedigende werk. Ja. En dan is Van de Beek voor Bruno Fernandes wisselen de makkelijkste wissel. Niet alleen omdat Donny van de Beek een mindere naam is. Maar McTominay doet verdedigend betere dingen dan Van de Beek, is het idee van de trainer. Ja, ik weet het, balans, je kent ik snapte de wissel wel, maar je zag hem ook aankomen. Je weet gewoon na zo'n helft tegen West Ham dat Donny van de Beek achterblijft in de kleedkamer, dat Bruno Fernandes komt en dan, dat de kans aanwezig is dat het wordt omgedraaid. En dat is niet goed voor Van de Beek natuurlijk, voor het verhaal Van de Beek bij United. Ja. Want je gaat nu toch krijgen dat Van de Beek is gewoon een stand-in voor Bruno Fernandes. Hij heeft wel een aantal keer met Fernandes op het veld gestaan en goede dingen laten zien. Ja. Maar als Solskjaer moet kiezen, kiest hij voor Bruno Fernandes. En dat is volstrekt logisch. Hij weet echt heel goed wat er op het veld gebeurt. Ja. Dat had hij ook met Cavani, die als spits mee is gaan trainen, af en toe mag invallen. En dan hij loopt met Cavani op doel af 2 weken geleden. Ja. En had hem zelf kunnen maken. Daar heeft hij de techniek voor en het inzicht. En ook wel de kracht om zo'n bal dan binnen te schieten. En als hij dan misgaat, jammer dan, er stond het toch voor. Maar hij geeft er nu af. Geeft zo'n goal of een presenteerblaadje voor Cavani. En die krijgt er zelfvertrouwen van. Wat gebeurt er een paar dagen later? Cavani is belangrijk, want die krijgt er zelfvertrouwen van. Ja. Hij hoort erbij. Dus ja, ik heb dat een aantal weken geleden gekscherend gezegd. Dat Bruno Fernandes, ik heb variatie op, is een voetballer, is een trainer. Ik had me verdiept in de persoonlijkheid van Bruno Fernandes. En ja, hij is ook de eerste training, dat hoor ik dan verhaal, dat hij op de eerste training al deed alsof hij daar 10 jaar voetbalde. Dat een aantal spelers dachten, wie is deze jongen? Wat voor zelfvertrouwen heeft hij? Ja. Dat hij ons op de plek, goede plek neerzet tijdens de eerste training. En daarom had ook Solskjaer het vertrouwen om maar gewoon tegen Wolverhampton Wanderers. Hij was net 2 dagen binnen, had er een handtekening gezet. En 2 dagen later stond hij op het veld en was hij eigenlijk al man of the match meteen. Ja. En iemand die alles organiseerde. Maar dat zie je ook al terug. Hij regisseert zijn hele wedstrijd. Je continu wijze aanwijzingen geven, sturen. Goeie speler. Cijfer voor Bruno Fernandes. Ja, geweldige aankoop geweest voor United. Bruno Fernandes een 9. Een 9. Door naar de aanval? Als we zover zijn, ja. Ritsje Doan. Ja, die valt me al een aantal weken op bij Arminia Bielefeld. Ja. Ik denk maar dat je wat teruggekeken hebt. Zeker. Ja? Mooi goal. Ja. Lekkere actie. Ja, maar Arminia Bielefeld is een ploeg die strijdt om de punten onderin. En die moet erin blijven. En als ze erin blijven, hebben ze een wereldprestatie geleverd. Toen Ritsje Doan van PSV naar Arminia Bielefeld ging, had ik daar weinig emotie bij. Die is bij PSV mislukt. Die gaat nu Arminia Bielefeld. Benieuwd wat daarvan komt. Ja. Maar hij heeft zich in vrij korte tijd bij deze ploeg opgewerkt als een belangrijke speler. En hij gaat straks het verschil zijn tussen wel of niet degraderen. En ik denk dat Schmid, de trainer van PSV, de Bundesliga volgt op de voet. Ik denk dat hij dat wel echt als liefhebber doet. Dus je zal ook wel zien wat Doan daar nu laat zien. Volwassen spel, belangrijk met assist, loopbewegingen, doelpunten. Had jij het aan het begin verwacht? Want de nummer 16 van Duitsland speelt vaak op eigen helft, wordt vaak teruggedrongen. Grote ruimtes, daar ligt niet echt zijn kracht. Want hij was juist rondom die 16 altijd goed. Ja. In hoeverre ben jij verrast dat hij nou toch nog 2 goals en 2 assists heeft tot dusver? Ja, dat is nog niet heel veel, hè? 2 doelpunten en 2 assists. Maar al een aantal 16 weken, als ik Arminia Bielefeld zie, daar staat Fred van Hoorn ook. Fred van Hoorn, Mike van Hoorn natuurlijk. Mike van Hoorn. Fred van Hoorn is helemaal iemand anders. Dat is de Bos. Ja, die staat er achterin. Maar ze zijn echt afhankelijk geworden van Doan. Het is toch gewoon lekker voor zo'n jongen dat hij bij die club aan zijn zelfvertrouwen kan werken. Want bij PSV, ja, als je door PSV wordt gehaald als grote aankoop van FC Groningen en het lukt niet, dat is niet goed voor je zelfvertrouwen. Maar misschien is die Bundesliga op zijn lijf geschreven als competitie. Want als je dit presteert bij die club, het is wel mooi dat hij maar hij maakt al weken een goede indruk bij Bielefeld. En een aantal weken denk ik, die Doan, dat is toch een beter voetballer dan ik dacht. Mooi nieuws voor Eindhoven. Een cijfer voor Doan. Een 8. Een 8. Nou, door naar de spitspositie. En dan zien we Thomas Müller. Ja. Ja, als je dan weer zijn eerste goal pakt, dat is weer zo'n typische Müller goal. Hè? Echt een sluipmoordenaar met die loopacties. Ja. Blijft een geweldige speler. Ja, en Müller, die als Leipzig speelt, echt een geweldige wedstrijd. Ja. Die maakt het Bayern München lastig.
Maar de eerste goal van Bayern München werd gemaakt door Musiala. Die moest invallen. Ja, jonge talent, hè? 17-jarige speler. En als je goed luistert, als je de goal terugkijkt, dan hoor je op een gegeven moment, sheesh! Je hoort iemand schieten zeggen. Maar Müller, die staat dus op een meter of 8. Ja. En die staat wel vrij, dus die kan eventueel aangespeeld worden. Niet dat hij aangespeeld wil worden. Maar hij geeft dus Musiala de tip van je hebt ruimte, schieten. En die jongen schiet hem binnen. Dus dat reken ik ook als assist. Dus ik heb 2 doelpunten en een assist voor Müller genoteerd. Dat vind ik ook een assist. Nou ja, die erover nadenkt, ja. Eens. Nou, maar hij zijn bijnaam, je weet wat zijn bijnaam is toch? Radio Müller. Dat is zijn bijnaam in de kleedkamer. En als jij naar Bayern München kijkt en je hebt geen stadiongeluid erbij geprogrammeerd, dan hoor je 1 speler dat hele spel regisseren, druk zetten. Daar is ook de chef pressing bij Duitsland. Dat gaat hij worden bij Duitsland. Ja. We kunnen al in de toekomst kijken. Maar is nu maar dat klopt. Flink dat druk zetten, daarin is hij een belangrijke schakel. Maar ook qua vocaal. Dus je hoort hem ook heel duidelijk, de spelers coachen. Wat Henderson bij Liverpool ook heeft. Die is heel belangrijk in het coachen van... De jonge gasten zijn niet zomaar dat die jonge gasten het goed doen bij Liverpool. En bij Bayern München. Zo'n Musiala. Ja, het is ook wel dat ze op het veld niet bij de hand genomen worden. Letterlijk, maar wel figuurlijk. Mm-hmm. Door Radio Müller, die heel vocaal aanwezig is. En ik maak daar een beetje grap van. Hij zegt schiet en hij schiet hem binnen. Kijk, Coman had ik ook kunnen kiezen. 3 assists is prima. Maar het verschil tussen Müller en Coman is dat Coman nog zijn eigen wedstrijd speelt. En ja. Müller is echt bezig met, ook met die andere tienen. Dat is mooi om te zien, toch? Zeker. Ik denk dat Joachim Leu eigenlijk ook wel weet dat hij hem terug moet nemen, wil hij kans maken op een prijs met Duitsland. Want ja, voor jonge jongens is zo'n Thomas Müller ook geweldig. En ze hebben natuurlijk besloten bij de Duitse Bond om door te gaan met Joachim Leu. En er is Radio Müller. Thomas Müller is er ook naar gevraagd. En ik vond het echt heel mooi. Een volwassen antwoord dat hij gaf. Dat we vanaf nu, want in Duitsland is er dan verdeeld op gereageerd. Er is een kamp dat Leu weg wil hebben. En een kamp dat blij is dat Leu doorgaat. Maar het kamp dat blij is dat Leu doorgaat is vrij klein. Thomas Müller heeft zich uitgesproken voor Leu. Vanaf nu moeten we pal achter deze trainer staan. Ze is gekozen voor Joachim Leu. En daar moeten we als natie achterstaan. Is toch wel apart toch dat een speler die nooit geselecteerd wordt dat zegt. Dat tekent ook zijn volwassenheid. En volgens mij is het ook, dat is het begin van een hereniging. Ja. Thomas Müller een 10. Thomas Müller een 10. Oké. Dan gaan we naar de laatste aanvaller. Wilfried Zaha. 2 doelpunten. Ook een assist van Patrick van Aanholt overigens. Ja. En Riedewald viel in, hè? Die was zijn basisplaats kwijt, maar die viel ook in. Ja, voor het eerst, hè? Want de laatste week speelde hij wel steeds. Ja, nou, de vorige week zat hij ook op de bank. Maar in ieder geval, er is weer concurrentie op het middenveld. Ja. Wilfried Zaha, die ontbrak de afgelopen week corona. Maar die is een creatieve speler. Een speler die... Crystal Palace was lange tijd Wilfried Zaha, die ploeg overeind hield. Maar er moest meer voetbal inkomen. Je ziet nu, ze hebben Eberechi Eze, die staat nu in de buurt van Zaha, ook de linkerkant. Ja. Zaha, Eze en Van Aanholt. Maar Zaha is nu, eigenlijk als tegenstander wist je van, we moeten ons focussen op Zaha. Daar komt het vandaan. Maar nu komt het ook van Eze vandaan, waardoor Crystal Palace als ploeg veel gevarieerder is. Waardoor ook minder focus is voor Zaha alleen. Ja. Waardoor hij weet te excelleren. Is het echt alleen Zaha? Want je hebt ook Benteke toch? Waar ze rekening moeten houden? Nou, maar ja, hij scoort 2 keer Benteke nu tegen West Bromwich Albion. Maar er is lange tijd... Ja, Benteke heeft natuurlijk eigenlijk alles voor een geweldige spits. Ja. Lengte, kracht. Alleen... Ja, hij scoorde nooit. Gebrek aan zelfvertrouwen, gebrek aan weet ik veel wat. Maar dat kwam bij Crystal Palace nooit uit. Die hoeft hij eigenlijk niet te dekken. Want als de bal tegen hem aanviel, had hij ook nog moeite om te scoren. Dus echt een heel lange mysterie, hè, die jongen. Cijfer voor Zaha? Een 9. Een 9. Ja, bij 4 van de 5 goals betrokken. Dus dat is goed. En jullie gaan we naar de tribuneklant. Wie is dat? Ja, we hebben uiteindelijk voor Rick Karsdorp. Ah, ja, Rick Karsdorp. Moest even nadenken, maar bij Roma inmiddels een belangrijk speler geworden. Wingback, bestrijdt de hele rechterkant. Doet het al weken goed. Afgeschreven. Hij was toch afgeschreven? Hij was afgeschreven en tot op de laatste dag van de,
transfer deadline hebben ze geprobeerd om hem van de hand te doen. Want ja, het was een speler die niet meer gebruikt werd door Paulo Fonseca. Ja. Wat je de laatste weken ziet, is dat hij zich heeft teruggevochten. Dat hij zich een bepaalde mentaliteit heeft aangemeten om zich nuttig te maken voor dit elftal. Paulo Fonseca stelt er nu op, spelen met drie verdedigers en wingbacks, middenvelders, 3-5-2 eigenlijk. Of 3-5-1-1. En hij is de vaste man. Hij speelt in de Hans Hatenboer rol op de rechterflank. Zorgen voor diepgang. Belangrijk in de pressing. Ja. En dat liggen ook zijn kwaliteiten, hè, van Rick Karsdorp. En moeilijke periode gehad, geblesseerd geweest, afgeschreven. En dat tekent wel zijn karakter, dat hij toch zijn best heeft gedaan om weer in beeld te komen bij deze trainer, bij deze club. En dat hij nu basisspeler is bij AS Roma, dat is, lijkt me voor hem een geweldige overwinning. Ja. En het teken dat hij er nog toe doet als voetballer. Als hij 25 wedstrijden bij AS Roma basisspeler is, en hij valt regelmatig op en hij werd nu tot man of the match verkozen de afgelopen wedstrijd. Als dat vaker gebeurt, hij wordt een vaste waarde van AS Roma, gaat meedoen om een top 4 klassering en Champions League voetbal. Ja, dan komt hij vanzelf in beeld bij Oranje, want zoveel opties zijn er niet voor die plek. Maar goed, dan moet eerst in jouw baas zelf terechtkomen. Dat is wel het beginpunt, toch? Ja, dat is wel het beginpunt. Zullen we het elftal nog even bekijken? Ja. Nou, met Wijnaldum en Højbjerg heb je... Ja, ik denk dat dit middenveld is misschien wel het beste middenveld ter wereld. Ik denk dat geen clubteam heeft een beter middenveld dan dit middenveld. Nee. Spitsen... Restverdediging, creativiteit, passing, snelheid, alles zit erin. Ja, dit is weer een elftal waarover na is gedacht. Godverdikkie zeg. Ja. Mooi hoor. Mag ik jou weer bedanken voor je tijd? Zeker. Ja. Jongens, jullie bedankt voor het kijken en tot volgende week bij een nieuw elftal van de week van Sully. Tot ziens!